We praten met Gonnie Spijkstra. Jouw nieuwe stokpaardje is Fuck Bruik. Wat is er mis met Bruik? Ja, op zich is er natuurlijk niet zo heel veel mis met Bruik, want als jij content maakt... Ja. Er is niks mis met Bruik, maar je zegt Fuck Bruik. Ja, je wil natuurlijk dat het gelezen wordt of bekeken, maar ja, als het alleen daar maar om gaat en als dat je einddoel wordt, dan... En ik heb het dan vooral nu tegen uitgevers en andere mediaorganisaties. Als je alleen maar gaat voor Bruik... dat het eindpunt is, dan gaat iedereen dezelfde dingen maken voor de massa, dezelfde trending topics. Fuck dat. Hetzelfde nieuws, dezelfde virals, nou ja, fuck dat inderdaad. En ik zeg, ga nou niet voor bereik, maar ga voor impact. Het is een beetje ontstaan toen ik social media manager was bij de Telegraaf. En we op een gegeven moment heel veel bereik hadden, 250 miljoen op social media. En ik zoiets had van ja... Wat hebben we daar nou aan als we daar hetzelfde doen als het AD, hetzelfde doen als RTL Nieuws? En laten we daar dan die dingen maken die echt uniek zijn voor ons. En toen ben ik eigenlijk interviews gaan doen met journalisten. Van waar kom jij nou 's ochtends je bed voor uit? Wat is nou echt waarom jij werkt voor de Telegraaf? Op de voorpagina komen. Dat ook, maar dat is een resultaat. Dat is niet waarom je doet wat je doet, zeg maar. Maar en daar hebben we een missie uitgehaald en geprobeerd om die onderwerpen echt groter te maken. En heb je ook een voorbeeld van een bedrijf of een nieuwsbedrijf die dat heel goed doet? Ja, het is natuurlijk altijd standaard antwoord. De correspondent weet natuurlijk heel goed waarom hij doet wat hij doet. Ik heb gisteren gesproken met Wart van Mindshakes, een titel voor millennials. Die weet ook heel goed waarom ze doen wat ze doen. Zij maken geëngageerd nieuws en zij zeggen eigenlijk, wij voegen aan onze journalistiek de, is dat, zesde W... toe wat nu. Dus eigenlijk moeten mensen na het lezen het gevoel hebben van... ja, maar dit kan toch niet, er moet iets veranderen. En het zit een beetje idealisme in, vond ik heel mooi. Linda doet het bijvoorbeeld heel goed, die wil taboes doorbreken. Die wil eigenlijk door bijzondere dingen te laten zien... taboes doorbreken, waardoor iedereen eigenlijk normaal wordt. Weet je, dat vind ik wel echt goede voorbeelden. En dan weet je ook, dit verhaal moet ik wel doen... Dat moet ik niet doen. Mensen snappen waarom ze bij jou moeten komen. Het wordt allemaal onmisbaar. En dan zijn er ook andere verdienmodellen mogelijk dan alleen maar advertising. Een advertisingmodel online is natuurlijk best wel een beetje stuk. Ja, maar daar zit natuurlijk het probleem. Want bereik is geld bij het huidige advertisingmodel. Heb je bereik nodig? En alleen maar dat. Maar je ziet gewoon, online is dat model, ja, wat ik zei, stuk. Er is geen schaarste. Er is een inventory genoeg. Dus dat is niet meer de heilige graal. Dus moet je andere... Maar ze blijven op dat model zitten. Dus hoe kom je ook als uitgever daar dan vanaf? Ja, door op meerdere paarden te wedden, denk ik. En dus ook te gaan kijken van, oké, wat is nou uniek aan wat ik doe? En hoe maak ik mezelf onmisbaar? En hoe komen mensen naar mij toe in plaats van dat ik afhankelijk word van die distributie op inderdaad die sociale netwerken, waarvan iedereen nu ook wel zoiets heeft van, die algoritmes, die zijn niet meer in mijn voordeel. En ik ga het niet meer redden met alleen maar die distributie. Ja. Speelt een adverteerder daar een rol bij? Ja, adverteerders zouden natuurlijk ook moeten vragen om content met impact. Want dat straalt ook af op hun merk en sowieso op gewoon de banners. Maar zeker als het gaat om branded content. Je wilt daar zitten waar sowieso jouw content heel erg past, ook in diezelfde missie. Maar ook waar het impact heeft en echt iets doet met mensen. Dan doet het ook iets voor jouw merk. Ja, ja, en adverteerders worden langzaam een beetje uitgevers. Moeten die dus ook niet naar bereik kijken? Ja, dat denk ik wel. Dat zie je ziet die discussie nu ook heel erg met influencers. Van ga nou niet allemaal voor die Enzo Knol, maar pak je niche. En kijk dan wat er daar gebeurt. En dat is dan minder bereik, maar het heeft waarschijnlijk meer impact. Dus ook met, ja, en ook met content marketing zou je dat ook moeten doen. Maar merken hebben meestal niet zo'n probleem om iets unieks van hun merk erin te stoppen. Maar het mag wel wat unieker. En ja, kijk nou echt wat jij als enige te bieden hebt en wat jij als enige kan doen en maak daar content over. Ja. En bij je eigen content kijk je ook echt niet, eerlijk zijn, hè? Je kijkt echt niet naar bereik? Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel! Maar ja, bereik op zich is natuurlijk niet vies, maar het moet wel bereik zijn wat nog iets extra's heeft. Ja, het moet meer dan dat zijn. En je kan natuurlijk bereik ook als indicatie gebruiken voor, hey shit, hier gebeurt iets, dit raakt iets. Oké, en ga dan weer even terug in plaats van...
publiceren, posten. Maar kijk dan, hé, dit heeft veel bereikt. Kunnen we hier nog meer verhalen uit? Wat gebeurt hier? Hoe krijg ik hier interactie? Exact, weet je wel. En zijn er nog meer invalshoeken? Zijn er nog meer verhalen? En kijk dan ook naar je distributie. Niet alleen maar op social, maar misschien kun je wel influencers benaderen. Misschien kun je wel in een talkshow terechtkomen. Weet je wel, en dat bedoel ik met impact. Ja, dus niet alleen maar wegzetten, maar gewoon echt slim even weer ernaar kijken. Leuk, dankjewel.